Bienen, dat is haar naam. 24 jaar, een mooie vrouw om te zien. Maar ik vind het zo raar wanneer ik kijk in haar binnenste plaats. Dan zie ik haar, zo van rouw, zo van haat. Maar als ik vraag hoe het gaat, geeft ze geen thuis. Ze zegt dat het goed gaat, dan zie ik dat ze huilt. Ik zie dat ze het goed praat, is raar de pijn. Maar wat kan ik ermee? Helemaal niets aan haar zijn. Nee, ik laat het niet, nee. Laat ze niks sprak, toen was ze wat veranderd. En toen ik haar weer zag, toen was ze nog wat anders. Ze keek niet uit haar ogen, zoals ze dat eerst deed. Ze had de andere kijk, dat was wat me nog meer deed. Vrede, het is wat ze gevonden had. Beter, en ik zei ik ben verwonderd wat. En toen kwam het, ze zei het en wat was ze blij. Ze vond zichzelf in de wicca en de toverij. Meisje, wat zoek je naar? Is het aandacht of liefde, wat doe je daar? Waar ga je heen als het donker wordt? Wat ga je doen als de dag steeds korter wordt? Je voelt de kou en het is ijzer. En het donker spijt zich, het is grijzer. Maar de weg van hoop kan je grijpen. Volg het licht en je ziet dat hij je zal leiden. Ja, ze leefde zich in, ze was toen ook al in gelijf. Ze zei wel tegen mij, er is niemand meer die mij begrijpt. Maar gelukkig, bij jou kan ik altijd terecht. We zijn niet altijd eens, maar je bent tenminste wel oprecht. Ondanks alles wat ze zei, ze ging haar eigen weg. Verloren uit het oog, want zij ging links en ik bleef rechts. Voor Dina was het goed, zij het zelf gekozen. Zij heeft vrede gevonden en ik wou al geloven in die dingen die ze zei. En voelde in haar hart, ze was rijk en gezond. In de koelte van de nacht, haar ritueel gedaan, was opgestaan. Gewijd aan de natuur, het was mijn volle maan. En nee, nu brandt ze die kaars in het donker verlaten. Al zitten te staren, het zit een cirkel te maken. Gedachten die vragen, waar is die vrede? Ze vraagt toch op dit. Maar wat die moet het weten. Meisje, wat zoek je naar? Is het aandacht of liefde, wat doe je daar? Waar ga je heen als het donker wordt? Wat ga je doen als de dag steeds korter wordt? Je voelt de kou en het is ijzer. En het donker spijt zich, het is grijzer. Maar de weg van hoop kan je grijpen. Volg het licht en je ziet dat hij je zal leiden. Een heks alleen, dat gevoel begon te steken. Stond ze gaan bij een graf, het waren heerlijke weken. Maar gaandeweg werd het licht steeds donkerder. Killelijk aan depressie overrompelde. De liefde die ze eerst gevonden had, bleek weg te zijn. Nu was ze weer alleen, die eerste liefde bleek toch nep te zijn. Ze rende, door angst overmand. De duisternis omhult, maar waar is ze in balans? Ze duikt dieper in de boek en ze roept naar godin. Die verschijnt in visioenen, maar het helpt even meer. Tot ze hoort van een andere god, het begin van een zoektocht naar waarheid met liefde erin. Ze leest in de Bijbel, die spreekt over Jezus zeer. Angst overmand, dus ze legt hem neer. Een bezoek van de godin, ze op zich als een monster. Wat hij heeft overwonnen. Meisje, wat zoek je naar? Is het aandacht of liefde, wat doe je daar? Waar ga je heen als het donker wordt?